Strijp S, een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingsopgaves van Zuid-Nederland. U moet zich voorstellen, een gebied van 27 hectare, oud Philips gebied, Philips productiebedrijven, waarvan zo'n 30% op dit moment Rijksmonument. Op dit moment zijn wij zover dat de eerste stedenbouwkundige uitwerkingen, plannen gepresenteerd gaan worden. Gisteren op de Provada heeft dat Trudeau mogen doen. Binnenkort zal de gemeente zelf haar eigen ontwikkelingsdeel rondom het natuurkundig laboratorium gaan presenteren. Goed om te zeggen dat dit geweldige plan, Strijp S, een ontwikkeling is in combinatie van Volker Wessels Stevin en de gemeente Eindhoven. En wij denken hieraan de komende 10 jaar te werken, waarvan met name volgend jaar de eerste woningen op de markt gaan komen. Volgend jaar zo'n 450 woningen en dan steeds ritmisch daarna 500 woningen per jaar. Aan commercieel vastgoedontwikkeling zit er zo'n 100.000 tot 150.000 in. Wij hebben op dit moment onze focus met name gericht op de woningbouwontwikkeling. Als het om de woningbouwontwikkeling gaat, dan voldoet het aan alle normen en vooral de uitdagingen die op milieu en milieutechnologisch gebied liggen. We hebben daarbij rekening te houden natuurlijk met zaken als externe veiligheid, met zaken als de milieutechnologie toegepast in de hele bouwstroom. En als het gaat om het commercieel vastgoed, zijn wij op dit moment aan het bezien welke gefaseerde ontwikkeling er kan plaatsvinden. En dat zal met name in de voorzieningensfeer komen te liggen. En dan denk ik aan scholen en anderszins. En startende ondernemingen, kleine bedrijven, gecombineerd met wonen. Philips zit in een soort uitgroeimodel. Ze hebben nu nog 1/3 van het terrein gehuurd. Ze verlaten het gebouw en daarmee is het wat Philips betreft een eindig traject. Op basis van afspraken in het stedenbouwkundig plan en laten we zeggen de randvoorwaarden die wij hebben bepaald samen ook voor een deel met Philips bij de aankoop, hebben wij vastgelegd wat er wel en niet uit, laten we zeggen, het Philips erfgoed zal blijven behouden. Maar voor de verdere is participeert Philips daar helemaal niet mee.